Goedenavond, hartelijk welkom bij Kokend, het kunst- en cultuurprogramma op TV Drenthe vanuit de Nieuwe Kok in Assen. Niets is zeker in de kunst- en cultuursector op dit moment. Gaan voorstellingen wel of niet door? Zijn musea, theaters en bioscopen wel of niet open? We weten het niet. Ook dit programma is aangepast zonder publiek, met minder gasten. En omdat we het eerder opnemen, haalt de actualiteit soms dit programma in. Het is niet anders. Vandaag is mijn gast Dick van den Heuvel, bekroond schrijver van ontelbare scenario's, musicals, toneelstukken, films en tv-series. Momenteel onder meer bezig met een voorstelling over Harry Musquet. En natuurlijk hebben we ook muziek van onze huismuzikant Leon Moorman. Christoph Bouwens begeleidt hem vanavond. En ze laten nu vast iets horen. Koken, ja, ik kijk naar koken. Oh, ik kijk naar koken. Van u de nije Dick van den Heuvel, we hebben hier een tafel vol met boeken die door jou zijn bewerkt voor theater. Boeken die je zelf geschreven hebt. En dit is eigenlijk nog maar een fractie van wat je allemaal geschreven hebt. Mm-hmm. Musicals, theaterstukken, tv-series, films. Gaat er wel eens een dag voorbij dat je niks schrijft? Nee, denk ik niet. Al moet je dan wel goed definiëren wat schrijven is. Het puur typen op een machine en de dialogen eruit laten gaan. Dat is natuurlijk schrijven. En een andere kant is natuurlijk het bedenken, het construeren, het in elkaar zetten, het verzinnen van een plan. Maar het is er elke dag, het is er elke avond, het is er altijd, het is het hele jaar door, is het aanwezig. En het is niet erg, het is geen straf, het is heerlijk. Het is één grote snoepwinkel waar je de hele tijd maar in zit en waarin je mag ronddansen en rondspelen. En dus ik ben een volmaakt gelukkig mens. Ik word wel een beetje angstig als ik al die rommel op tafel zie liggen. Dan denk ik, mensen, liever beginnen we aan. Maar goed, dat is... We gaan ze niet allemaal één voor één bespreken, hoor. Nou, gelukkig. En dit is ook allemaal wat achter de rug is. Dus daar hoef ik me ook niet meer zo druk over te maken. Het is er allemaal al. Ja. In het wereldje ben jij een heel bekende naam. Maar het publiek kent waarschijnlijk wel je werk, maar niet je naam. Nee, klopt. Vind je dat niet vervelend? Nee, helemaal niet. Het tegendeel zelfs. En ik weet ook dat ik het op een gegeven moment ook heel erg heb bedacht dat ik dat zou willen. Dat ik heel erg vanuit de schaduw zou willen opereren. Het is niet zo dat ik nee zeg tegen bijvoorbeeld zo'n uitnodiging als dit om over het werk en de voorstellingen te praten. Maar ik ben dit vak nooit ingegaan om een bekende Nederlander of een beroemd iemand te zijn. Ik hou van de anonimiteit en dat werkt ook naar het fijnste. En ik denk ook dat wij schrijvers daarvoor bedoeld zijn. Dat we niet bedoeld zijn om voor het voetlicht te staan, maar wij horen in de coulissen. Maar als iets dan een succes is, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je misschien wel eens denkt, ja, zij staan daar in de schijnwerpers, voor hen wordt geklapt, maar ik stond aan de basis van dat succes. Ja, maar die jaloezie overvalt mij helemaal nooit. Heb ik helemaal geen last van. Dat vind ik ook zelfs hartstikke goed. Als je was getekend, wanneer je M.G. Schmid neemt, grote rol van Simone Kleinsma, prachtige rol van William Spy, Simone wint dan ook een musical award. Ik win er ook één. Maar hoe is dat dan verdeeld in Nederland? Je hebt dat programma, de Musical Award. Dan wordt het moment dat een schrijver zijn prijs krijgt, dat wordt van tevoren opgenomen. En dat wordt heel kort misschien even samengevat, of zelfs helemaal niet. En dat is alleen op internet te bekijken, terwijl de acteur live de prijs krijgt. Als me dat zou gaan irriteren, dan had ik een ander vak moeten kiezen. Ik vind het. Ik besef op dat moment dat Simone die prijs krijgt, dat ik daar een deel van ben geweest, van dat proces. En nee, ik vind het heel erg fijn. Ik geniet heel erg van de anonimiteit. En ik heb geen enkele vorm van jaloezie. Zeker niet. Misschien een beetje dat in Nederland het zo is dat het zou leuk zijn als in Nederland mensen een kaartje kopen omdat ze denken, hey, hij heeft het geschreven. Precies. Misschien, dat vond ik de vorige keer leuk, laat ik er dan weer een kaartje voor kopen. Dat is het enige waarvan ik denk, oh, daar zou ik het wel om willen. Maar dat is eigenlijk ook, daar blijft het bij. Zullen we eens even gaan kijken naar een kort overzicht van jouw werk? En daar zit Annie M.G. Schmid ook in. Dank je wel. Hallo.
op een mooie Pinksterdag. Als het even kon. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal of verhaald? Maar we trekken ons er niets vooraan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan. Ik hoef mijn ogen niet te sluiten. Donkere wolken te gaan zien. Je had een eigen theatergezelschap. Zeg, ruik jij iets? Dit is War of the Worlds van H.G. Wells. En die wordt dan ter plekke verpulverd door marsstralen. Maak ruzie met hem om niets van hem te houden. Ik zeg hem de waarheid. Iedereen rent, want iedereen heeft een doel. Er komt de komende 24 uur niet veel verandering in de temperatuur. Ja, dat laatste fragment was van War of the Worlds. Een voorstelling die jullie moesten afbreken toen de theaters allemaal weer dichtgingen. Zou ook hier in de Nieuwe Kolk staan. Komt het er nog van later dit jaar? Wat denk je? Ik durf het bijna niet meer te hopen. Het is de tweede keer dat we midscheeps geraakt zijn. Eerst maakte ik de voorstelling Vietnam over Vietnamese bootvluchtelingen. Zouden we meer dan 40 keer spelen. Na 22 voorstellingen, half maart, moesten we daarmee stoppen. En War of the Worlds zou bijna 50 keer spelen. En na 4 keer moesten we daarmee kappen. En het is 2 keer nu uitgesteld. 2 keer nieuwe data. En ik merk aan iedereen, theaters, aan onszelf, de acteurs, een zekere mate van vermoeidheid om opnieuw te bedenken. Laten we het nog een keer proberen. Omdat je eigenlijk niks zeker weet. Iedereen heeft het over een derde golf. Dan moeten we straks weer dicht. Dan kost het weer geld, dan kost het weer energie. En ik geloof dat iedereen in mijn omgeving, en dat zijn nogal wat mensen, zoiets heeft van laten we ons richten op de toekomst en laten we daar onze energie in steken. Want als we gaan zitten hopen op dat we nog een keertje mogen spelen, dat levert zoveel teleurstelling op. We kunnen beter nu onze schouders onder de toekomst zetten. Ja. En dat doen we. Dus ik kan je niet zeggen, ja, we komen. Nee. Ik kan ook niet zeggen, we komen nooit meer. Maar ik merk aan mezelf en aan onze omgeving dat we zeggen, laten we ons daar nou even niet mee bezighouden. Nee, ik begrijp het. Nou, de mensen die de voorstelling wel gezien hebben, mogen zich gelukkig prijzen volgens mij. Want hij werd heel erg goed gerecenseerd. Onvoorstelbaar, ja. Precies. Ja. Okay. Nou ja, dat heeft ook te maken met deze tijd. Hè? Die voorstelling gaat over deze tijd. Het speelt zich uit. War of the Worlds is een hoorspel van Orson Welles, 1938. Hij doet alsof er een aanval vanaf Mars komt op de aarde. En iedereen trapt erin. En het heeft zoveel met ons nu te maken. Met de opgekropte angst. Met het geloven in fake news. Dat de bosbranden in Californië zijn ontstaan omdat er vanuit een ruimteschip laserstralen zijn geschoten. Het heeft heel erg met onze tijd te maken. En daarom is het ook zo jammer dat we die voorstelling niet kunnen laten zien. Omdat die heel erg reflecteert op waar we allemaal nu mee bezig zijn. Vind je dat belangrijk, dat een thema iets te maken heeft met de actualiteit? Ja, op een of andere manier moet ik Nu word ik een beetje priesterachtig of domineeachtig en dat vind ik heel vervelend. Maar voor mij moet een voorstelling heel erg met de actualiteit, of in ieder geval met de noodzaak van de tijd te maken hebben. En eigenlijk bij alles wat we hier om ons heen hebben liggen, gaat het altijd ook over het nu. Ja, is dat zo? Want ik heb het idee dat er toch ook wel boeken bij zitten die nou niet meteen een enorme boodschap in zich hebben. Of vergis ik me daarin? Wanneer is een boek voor jou geschikt om te bewerken tot een scenario? Nou, kijk, natuurlijk heeft het altijd te maken of je een dramaturgische ingang vindt. Of de personages op een of andere manier mij ontroeren en of ik ze me kan voorstellen dat ze er vandaag zouden zijn en dat ze vandaag een dilemma zouden hebben. Maar het verschilt. Het verschilt van de ene met de andere kant. De Chameleon, dat zie ik erbij liggen, die speelfilm. We hebben de serie geschreven, maar nu de speelfilm. Die komt de speelfilm komt aanstaande zomer uit. We hebben hem deze zomer gedraaid.
Toen Steven de Jong mij vroeg om die film te schrijven, toen zei ik van oké, ik heb twee voor mij belangrijke verhalen. Eén, die kameleon die vaart op diesel. En dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Dus die film heet ook De Kameleon aan de Ketting. Want er zijn al kameleonfilms verschenen. Ja, al drie. Of eigenlijk twee en een serie. De serie heb ik ook geschreven. En deze, ik wil het daarover laten gaan. En verder wilde ik een verhaal vertellen over een minder begaafde jongen die vals beschuldigd wordt van een misdaad. En dat zijn twee thema's die het maatschappelijk interessant maken om die film te maken. Daar viel hij meteen op. En ik heb ook gemerkt dat daardoor de film, die aan alle kanten amusement is en ontroerend en leuk en vol grappen zit, maar ook relevantie krijgt. En dan kan ik het schrijven, want anders, weet je, ik moet mezelf toch dwingen. Want je zegt wel ik moet mezelf toch dwingen om naar die typemachine te gaan. En te schrijven. En als ik dan maar denk van ja, ik ga dit even doen, want dan komt er weer wat geld op mijn bankrekening. Dat voelt niet als een noodzaak. Het voelt meer als van de urgentie van ik moet dit nu opschrijven, want ik moet dit verhaal hervertellen. En van elk van die boeken die je daar hebt liggen, als we de diepte in zouden gaan, kan ik het je vertellen. Ik weet het, maar we hebben niet genoeg tijd om ze allemaal te bespreken. Nee, maar dat begrijp ik. Maar ik bedoel, ik geef je aan dat voor mij de relevantie is belangrijk en de dramaturgische noodzaak van iets. Ja, we praten zo verder. We gaan eerst luisteren naar onze muzikanten. Christoph Bouwens en natuurlijk Leon Moorman. Hij gaat zingen. Het nummer heet Jongen van Dorp. Ik ben al vaker weggelopen. Soms terecht, maar soms niet nodig. De spanning is al om te snien. En dat gevoel wil ik niet meer. Zeg mij, hoe ben we hier terecht? Kom. Allebei een glaasje op. Schreeuwend door het hele dorp. My Lord, minigun. Ik weet nu ik heb leed, ik heb veel fouten gemaakt, maar laat me niet gaan. Ik ben een jongen van het dorp, ik bedoel het niet zo kwaad. Terug naar waar wij ooit begonnen. Alleen maar overdreun. Ik hou van liefde, echte pubers. In de hooiberg flink tekeer. Hoe komt die tijd dan echt nooit meer? Kun je niet zien dat ik spier heb? Ik kom niet voor u dat je kwiet bent. Dus laat me niet gaan. Je weet nu ik heb leed. Ik heb veel fouten gemaakt, maar laat me niet gaan. Ik ben een jongen van het dorp, ik bedoel het niet zo kwaad. Dick, er ligt hier een hele stapel. Dit zijn scripten die jij geschreven hebt. Ik had je gevraagd van neem ze mee, want wij hebben wel de boeken. Maar een script ziet er dus echt zo uit wat mensen misschien wel verwachten. Gewoon met zo'n ringbandje. Ja. En dan staat er, scènes staan erin. Ja. Wie wat zegt. Ja. Ik vind het zo magisch eigenlijk dat dit is dan gewoon een stapeltje papier. En dat wordt dan een voorstelling. De wereld ziet het nooit. Dat is, dat is waar. Ja. Nee, dat is het. Ik heb daarin ook wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook heel streng ben over hoe het eruit ziet.
Dus ik kan er absoluut niet tegen als het slecht geprint is of dat de zinnen verkeerd zijn afgebroken. Dus ik ben heel erg pietje precies op het uiteindelijke printwerk. Het moet er echt wel gewoon goed uitzien. Omdat ik ook wil laten zien aan de mensen die het dan moeten uitvoeren dat ik er mijn best op heb gedaan en dat zij ook hun best moeten doen. Want dit is het einde van jouw werk, dan geef je het uit handen eigenlijk aan een regisseur en aan acteurs? In principe geldt dat, maar ik moet je wel zeggen dat omdat ik altijd nieuwe dingen maak, ik vertaal eigenlijk bijna nooit, is het ook wel een ongoing proces. Bijvoorbeeld, er ligt hierbij Diana en Zonen, wat in september, vanaf september in de La Marge te zien zijn en dan een tijdje daar te zien is. En geloof dat het daarna ook het land in gaat. Dit is het script waarmee de voorstelling gaat repeteren. Maar tijdens de repetitie kom je natuurlijk momenten tegen, want acteurs zijn geen machines, dat ze het gevoel hebben dat die scène niet loopt, dat het niet lekker in de voorstelling zit, dat een scène op de verkeerde plek zit. En dan ben ik natuurlijk gewoon nog steeds beschikbaar om het dan te herschikken of het te herschrijven. Dus, wie gaat Diana spelen? Dat mag ik je niet vertellen. Ach, gewoon, je weet het wel? Ja, ik weet het wel, want we hebben vorige week een workshop gehad om alles te doen. Dit is een groot project waarbij er op straffen van, ik geloof, 80 stokslagen per onthulling, ik niks erover mag zeggen. Nee, maar het wordt een prachtige cast. Ik heb ze horen zingen. Ik heb de liedjes al gehoord. Ik verheug mij heel erg op dat. Ja, lijkt me ook een onderwerp wat veel publiek zal trekken. Ik wil het je nu graag nog even met je hebben over een aantal Drentse. Veenbrand ligt hierbij, maar wat nog niet erg bekend is, is dat je ook bezig bent met een stuk over Harry Musquet. Ja, zeker. Ja, daar werd ik voor gevraagd. De naam zei mij wat. QB and the Blizzards ook natuurlijk. Maar ik kom, zoals je waarschijnlijk ook wel hoort, niet uit Drenthe, maar uit Amsterdam. Dus het kost mij altijd even moeite om me te verdiepen. En eigenlijk na een paar dagen lezen en kijken en documentaires zien, werd ik helemaal in beslag genomen door die man. En vooral de passie voor de muziek en de passie voor de blues en de manier waarop hij onderzoek deed naar dat muziek. En ook zijn persoonlijkheid, een timide, misschien bijna verlegen man. Heel erg huiselijk. Dat weten wij hier in Drenthe natuurlijk allemaal. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar voor mij is het dan belangrijk dat ik zo geïntegreerd word door die man. En dat ik een plan heb om het te vertellen. En toen iemand tegen mij zei, doodgaan was niks voor Harry, dacht ik, oh, maar dan weet ik hoe ik die voorstelling moet doen. Dan moet het eigenlijk gaan na zijn dood, dat hij eigenlijk nog helemaal niet dood wil gaan. En nog één keer alles meemaakt wat hij mee heeft gemaakt in zijn leven. En toen had ik zo'n interessante vorm, waarin tijd en ruimte helemaal niet meer belangrijk is, dat ik het kon gaan schrijven. En het heerlijke is dat ik omgeven word. Ik heb gesproken met zijn weduwe. Natuurlijk via een Zoom-call, want ze woont op Curaçao. En een aantal mensen die alles van hem weten. En dan verzin ik iets en dan zeg ik, ja, dat en dat en dat. En dan zeggen ze, ja, nee, maar dat is ook wel precies Harry. En dat vind ik heerlijk om op die manier te mogen werken. Ja. Het wordt opgevoerd in de ondernemersfabriek hier in Assen. Ja. Wanneer ongeveer? Ze denken aan september, maar niet te zeker. Hè? Want je weet maar nooit met een derde golf of wat dan ook. Maar op dit moment is de planning om in september daar een aantal weken, misschien wel meer dan dat, die voorstelling te spelen. Dank je wel, Dick, dat je ons een inkijkje hebt gegeven in het werk en het leven van een tekstschrijver. Helemaal goed. Wij gaan nog een keer luisteren naar Leo Moorman en Christophe Bouwens. En zij zullen voor ons gaan zingen Ik zal lusten. Meidy, ik wil het nou wel weten. Geloof me, ik zal er altijd zijn. Oh, 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 oh
ik veel van je. Ik leef in ongewis, oh wat vind je nou van mij? Want jij bent moeilijk te begrijpen. Oh, you is leer om beter te zwijgen. Toen ik je zag, de allereerste keer. Ik kende je nog niet, maar zag direct. Voor onze golden toekomst, lang en gelukkig. Dus ja, van jou ben ik toen gaan. Meidie, ik wil het nou wel weten. Wat giet er om in je kop, geloof me. Oh, ik zou er altijd weten. Oeh, vertel me alles en ik zal lusten. Als wij met ons beiden bent, dan ben ik op mijn plek, op precies wat ik wil winnen. Twee handen op een buik, ja. Oh, ik hoop je nog veel langer te zien. Al zo langzaam, en hoewel het soms troebel is, staat er in de sterren geschreven. Onze golden toekomst, lang en gelukkig. Dus ik bleef altijd voor jou gaan. Meidie, ik wil het nou wel weten. Wat giet er om in jou kop, geloof me. Oh, ik zou er altijd ben. Oeh, voor mij alles en ik zal lusten. Oh, misschien kan ik iets zinnigs zijn. Oh, maar hoe dan ook. Oh. Ben ik hier bij jou. Meidie, ik wil het nou wel weten. Oh, wat giet er om in je kop, geloof me. Oh, ik zou het altijd weten. Oeh, vertel me alles en ik zal lusten. Meidie, ik wil het nou wel weten. Oh, wat giet om in je kop, geloof me. Oh, ik zou het altijd weer. Oeh, vertel me anders en ik zal lusten. Dankjewel. Dankjewel, Leon. Ja, en als u dacht, hey, er komt een bekend voor dat nummer. Het was de IJslandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van Dadi Froye. En dan in Drents natuurlijk. Mooi vertaald door Leon Moorman. Dankjewel voor het kijken allemaal. Wij zijn er weer over 2 weken met Kolkend. Fijne avond verder.